In deze video bezoeken wij een verlaten café waar aan de voorkant ook nog een tankstation was. Toen we binnenkwamen in deze locatie bleek alles er nog te staan en was het nog helemaal intact. Dat is makkelijk, de deur is al gewoon open. Oké, we staan hier nu in de eerste ruimte. Hier is eigenlijk een klein keukentje. Maar dit hoorde eigenlijk niet echt bij het café, denk ik. Dus hier is een deur. Gaan we eens verder kijken. Ja, dit is ook nog een hele keuken. Hier maakten ze vroeger misschien het eten en zo. Oh ja. Dit is helemaal afgebrand, kijk. Kijk daar. Hier is ook nog de wc van vroeger. Hier staan ook nog een paar Jupiler glazen. En dan gaan we eens verder kijken. Hier staat wel een raam, dus we moeten een beetje opletten. Wow, yo, hier staat nog een hele kassa, joh. Dat is wel chic, hè. Kassa, en hier stonden... Allee, hier zaten dan zo de papiertjes, de bonnetjes die eruit kwamen. Hier staat gewoon de kassa. Oh, ja, een stempel. Een stempel nog, ja. Daar zit je ook nog. En dan daar nog een oude telefoon, nog allemaal boeken en zo. Hier ook nog een kleine radio, daar nog een grotere radio. En dan gaan we eens verder kijken. Er zijn ook nog allemaal hele oude blikjes iced tea, want dat is nog met het oude logo. Hier zijn ook nog helemaal allemaal kartonnen vol met oude blikjes drinken. Nog allemaal nieuwe glazen en zo. Hier werd ook alle versiering opgeslaan. Oh, hier staan ook nog alle oude blikjes en allemaal oude flessen die nog helemaal gevuld zijn. En dan gaan we eens verder kijken om het echte café te zoeken. Hier nog de keuken waarschijnlijk. Ah, hier is echt het café. Wow, joh. Hoe chic is dat? Ja, hier zit ook nog een kassa. Wow, joh. Hier nog zo. Waar de bonnetjes uitkwamen. En hier staat gewoon nog alles. Dit was vroeger de deur waar dan de klanten doorkwamen. En we staan hier in het café, hier staan eigenlijk nog alle spullen, de radio en zo. Hier ook nog allemaal bierkaartjes. En dan hier waren vroeger de bankjes, waar iedereen vroeger zat, iets te drinken of zo. Daar ook nog een tv, hier ligt de afstandsbediening. Kijk wat dit is. Dit is nog een boekje of zo. Ah, dat is de prijslijst. Wat je allemaal kon drinken en eten en zo. Hier ook nog voor als het koud was. Hier op de toog zijn ook nog 3 trofeeën. Ik weet niet van wat dat was. Ah, van poelen. Kijk. En die konden ze dan vroeger winnen. En dan gaan we eens kijken achter de toog wat daar nog allemaal te zien is. Hier ook nog allemaal foto's die erop hangen van vakantie. Dan kom je hier achter de toog. Hier zien we gewoon de kassa. En we gaan eens verder kijken. Hier de tap waar ze vroeger de pintjes tapten. Hier staan nog alle glazen. Ze hadden hier eigenlijk niet zoveel plaats, want het is hier best smal. En dan hier had je nog een radio. Waar ze dan op die boxen die daar aan het plafond hangen muziek konden afspelen. Maar dat was ook nog met cassettes, met zo cassettes. Dus dat is al redelijk oud. Hier ook nog eens de soeptassen en zo, Kellogg's. Die staan hier ook nog allemaal in de rek. Hier ligt ook nog een groot mes. Ik weet niet voor wat dat hier lag. En dan hier al het bestek. Amai.
Hier staat nog een oude sigarettenautomaat, maar die hebben ze al opengehaald. Zo werkte dat dus van binnen. En dan gaan we die stoel doen, eens kijken. Wajow, dat is wel echt chic. Heel deze automaat, dat deze er nog staat. Hier kon je dan aanduiden wat je wou, je muntjes in doen. Dan viel daar hier van onder in de bak, viel daar dan uit. Hier hebben ze ook allemaal stoelen zo voor het raam gezet. Voor waarschijnlijk dat je niet naar binnen komt. Maar de deur staat hier gewoon open, dus dat is wel heel raar eigenlijk. Maar dit is dus die automaat. Overal is het hier ook in het thema van Halloween. Hier zien we een pompoen. En dan hier zie je ook nog een vogelverschrikker. Met nog allemaal kleine pompoenetjes en zo. Dus dit is waarschijnlijk gesloten rond Halloween, hè. Hier hangen ook nog de openingsuren van wanneer het café open was. Oké, en dan gaan we nu terug naar buiten. We hebben hier binnen alles gezien. Van voren is ook nog een tankstation en we gaan daar nog eens kijken, want dat is ook verlaten, dat werkt ook niet meer. Dus we gaan daar ook nog eens kijken. Dan gaan we nu terug naar buiten. Oké, we zijn nu hier van voor. Hier is het tankstation. Hier kon je dan tanken. Want dat was nog met Frank, hè. Moest je nog betalen, hier hing dan die darm hing er dan, maar die is er ook al af. En dan kan je hier nog tanken. Oké, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Abonneer hieronder en dan zeg ik tot de volgende video. Later.